Oh! Oh, maar ga je kamer. Hij doet het niet zien. Niet zeggen. Niks zeggen. Ik heb niks gedaan, meester. Echt niet. Wallah. Dames en heren, welkom in een nieuwe vlog. Goed dat je weer kijkt, meester Yasin. Ik heb weer gefilmd. Ik heb niet de hele week kunnen filmen, want ik heb een oogontsteking gehad. Moet je kijken, gewoon oog. Dus gewoon helemaal. Eigenlijk zie je niks meer. Eigenlijk is het gewoon weg. Nee, ik ben weer beter en ik heb vandaag gefilmd. Wat heb ik gefilmd? Allereerst heb ik mijn les gefilmd. Dus ik ben begonnen met een les en heb ik gewoon gelijk gefilmd, camera aangezet. 3. 2. 1. Laat even spullen los. Dus je hoeft daar niets aan te trekken. En welkom. Ik was niet, dus jullie zijn als het goed is een paar paragrafen verder. En we gaan beginnen bij 2.3. Dus pak dat even voor je. We gaan het hebben over Egypte. Dat weet ik. Maar als het goed is er niets uitgelegd. Jawel. Als er wel eens uitgelegd, ga ik het beter doen. Het is te zwaar. Oké, kan je dat wel? Wie was het? Wie heeft het uitgelegd? Meneer Overgoor. Meneer Overgoor, oh. Ja, papa. Die is opa. Ja, maar kan je het wel beter? Kan ik het beter? Kan ik het beter? Kan je dat? Oh, zit het bed op? Oh, wat leerlingen heel leuk vinden is dat ik verhalen vertel. Ik zou eerlijk geven ook geschiedenis. Verhalen vinden ze heel leuk. En ook jaren later, zeg maar, als leerlingen je aanspreken, zeggen ze: hey, meester, weet u nog toen u dat ene verhaal vertelde? Ik vertel eigenlijk elk jaar hetzelfde verhaal of dezelfde verhalen. Ja, het was niet zo'n gang waar helemaal verlicht is, mooi marmer. Dat was gewoon liep, kom, we gaan naar de schatkamer. Dat was het niet. Natuurlijk stil. Het was een smalle gang, anders zou het opvallen. Ze kwamen in die schatkamer op een gegeven moment. Ze hadden een lantaarn, die kon ze niet eerder aandoen, maar in de schatkamer deden ze eenmaal de lantaarn aan. En zag allemaal vol met goud. Dus Medusa zei gelijk van, ja kom, we pakken al het goud, we nemen alles mee, alles wat je kan dragen moet je pakken. En Moesa zei van, nee, zometeen merkt iemand, want ze zijn hier nog mee bezig, weet je, we moeten niet alles pakken. Pak gewoon een beetje, alleen wat we nodig hebben. En Medusa zegt, nee, we pakken alles nou. Discussie, uiteindelijk, oké, ze nemen een klein beetje mee en gaan weer door de gang terug. Door de woestijn naar huis. Nou, ik ben gebeld door Fanix van de week en ik ging meedoen met een lerarenbattle. En die battle ging over vragen over jeugd. Ik moest tegen een andere docent. En misschien heb je hem niet gezien. En als je hem niet hebt gezien, kun je hem nu checken. Jessin, die heb ik ook aan de telefoon. Jessin, die is ook een leraar natuurlijk. Goedemorgen. Goedemorgen. Jij geeft Nederlands aan het Media College in Amsterdam. Yes. En jij bent niet net begonnen, maar je bent al gewoon 10 jaar bezig, hè? Ik sta 10 jaar voor de klas, man. Zo. Ben jij de leukste leraar, vind jij? Ik vind mezelf wel de leukste leraar. En waarom dan? Waarom? Ja? Ik weet niet, ik denk dat ik gewoon goed kan connecten met die kids, man. Ik heb een goede band en ik heb altijd plezier in mijn werk, dus ik denk dat dat een goed signaal is. Ja, precies. Dat is sowieso goed. Als je een leuke leraar voor je hebt, dan scheelt dat minstens de helft, toch? Ja, toch. Jessin, als ik zeg ja. Monica Geuze, Enzo Knol en Defano Holwijn, dan zeg jij? En bekende vloggers. Hey, ook goed. 1-1. Jij bent de leukste leraar van vandaag. Kijk, nou dat is een applaus waard, zeg ik hoor. Dankjewel. Jij krijgt van mij een goed gevuld goodie pakket met maar liefst 2 pennen. Oh, dus dan, die had ik nog niet. dan kun je eens ouderwets weer wat op papier zetten. Denk ik. Ja, precies. Ja. Oké, Rutger, kan ik even een shout-out doen aan mijn leerlingen? Ja, natuurlijk! Thanks, man. Oké, even een SO naar Medio College en ook meester Eustal uit Zuiderlicht College en meester Gransja voor mijn college, man. Hoppakee. Je ziet het, meester Yasin heeft gewonnen. Ik wist niet alle vragen. Maar ik heb gewonnen, dat is het belangrijkste. Zometeen gaan Jenna en Dina, die willen weer iets testen. Die komen elke week met de meest slechte producten. Maar ik dacht van, dan weet je wel een beetje wat de jeugd nu tegenwoordig eet. Dus dan heb je een beetje het idee van hoe slecht dat eraan toe gaat. Anyway, zij willen het testen. Ik zeg is cool, ze hebben een tussenuur, ze mogen van mij filmen. Jenna, Dina met weer een productentest, check het. We hebben dus nu uitval. Tussenuur. Een tussenuur, ja, dus dat heet een uitval. Oh ja. En Shannon is er niet bij. Want she is sick. Ik wil zo graag een nieuwe telefoon, kom op mensen, het kan toch niet? Sponsor mij met YouTube money.
sponsor mij gewoon, want dit kan niet meer. Kijk gewoon even. Omdat jullie de vorige keer zoveel duimpjes hadden gegeven, gaan we weer iets proeven. En dat heet Pop-Tart. Van Kellogg's, volgens mij. Dit is hier van Kellogg's gehad. Kellogg's, kijk hier. Hier. Okay. Dus dit moet je dan in de... Mag ik doen? Zetten? Of broodrooster. En dan is het echt heel lekker. Jongens, kijk. Oh. Ik kan deze. Jij neemt die kapot door, schat. Laat het even zien. Ik ben mijn sleutels kwijt, man. Ja, zo ziet het er namelijk uit. Zo fucking lekker. Mag je wel schelden op YouTube? En we gaan het nu proeven. Oké, dus 3, 2, 1. Ach, lekker. Ach, lekker. Dat is lekker. Zo fucking lekker. Als jullie het nou leuk vinden, als ik en Dina dus zeg maar gaan eten voor jullie neus, maar gewoon dingen gaan proeven voor jullie. Als jullie dat leuk vinden, moeten jullie dat even reageren. Want houden daar rekening mee, want gaan we ook dingetjes kopen bij de Yamin. Ook Oreo, andere smaken en zo. Dat is wel leuk om te doen, hè? Maar zij koopt het, ik niet. Ik ben een scherre Marokkaan. Nee, joke. Brr. Vond jij dit leuk om te kijken, hoor? Abonneer dan op Meester Yasin. Hier beneden. Subscribe. Subscribe is hetzelfde als abonneer, schat. Oh, sorry. Like deze video als je het weer leuk vond met ons en de andere kinderen die je misschien gaat zien in deze vlog. En als je nog meer dingen wilt zien, kom het beneden. En laat natuurlijk weten wat je leuk vond in deze video en wat je vaak van ons wilt zien. Geef ook tips wat wij kunnen doen en zo en wat we kunnen proeven. Zou je heel leuk vinden. En als je gezonde dingen wilt zien, duimpje omhoog. En let ook op Meester Yasin's Insta. Ja, vooral. En volg ons ook, dat is ook wel leuk. Als jullie ons gaan volgen, dan zie je ons live ook gewoon een beetje. Dat is jenna.ls. En meneer Yasin moet het hieronder zetten. Dat is d.inaach. Hey, als je van de week De Wereld Draait Door hebt gekeken, zag je dat een nieuw kinderboekje was. Minder kinderboek. En ik zag dat, vond ik eigenlijk wel tof. En eigenlijk ook wel zielig, want ik zag heel veel kindjes die toch wel moeite hebben met woorden in het woordenboek. Woorden die zeg maar beledigend zijn voor hun. Toen dacht ik van, hey, laat ik in de klas ook even kijken hoe ze daarover denken. Dus ik heb een hele stapeltje uitgeprint. 450 pagina's heb ik even uitgeprint. En die ga ik zo in de les even behandelen met mijn klas. Wel een leuke klas. En ik ben wel benieuwd wat ze ervan vinden. Ik ga ook het fragment even laten zien van De Wereld Draait Door. En even hun mening peilen. En wat ook wel leuk is, even het verhaal afmaken. Dus het minder kinderboek, open mij in de les. Meester Yasin, doen we gewoon aan mee, oké? Okay? Check het. Ik zou het fantastisch vinden als scholieren of leerlingen van groep 7, 8 tot de eerste twee. De eerste twee klas van middelbaar onderwijs, het verhaal zouden willen afmaken en zouden willen opsturen. En ik wil ook echt een schrijfwedstrijd hieraan koppelen, omdat je kunt een statement maken, maar wat dan? Nee, ik wil hier gewoon een schrijfwedstrijd aan koppelen, dat de beste inzending ook echt wordt gedrukt en wordt uitgegeven. Even samenvattend, je krijgt dit boekje van mij, dit is de uitgeprinte versie. Ik heb vanochtend 54 bladzijden aan gespendeerd, vanwege woorden die in het woordenboek staan, wat voor hun niet fijn is, zeg maar. Als je het hebt gelezen, kort verhaal, het verhaal is niet af. Ik wil dat jij zelf bedenkt van, oké, wat zou hiervan, hierbij een passend einde zijn. Dus het verhaal stopt. Jongens, meisjes, ik zie je al gelijk druk beginnen met het verhaal af te maken. Wat heel leuk is om te zien, dat jullie erin storten. Hier is iemand zelfs al klaar. Even een reactie op het verhaal wat je hebt gelezen, zeg maar. Ja. Dat hij voelt ook niet meer. Ja. Vond je dat mooi om te lezen? Ja, eigenlijk wel. Ja. Shada, wat voor jou op mijn verhaal? Tenminste, wat was jouw reactie? Wat was je gevoel? Ja, ik kreeg die dingen toch wel terug. Ja? Als je het leest, bijvoorbeeld van die dingen die zeggen ze. En gewoon de woorden hoe mensen worden genoemd. Dan denk ik van ja, dat ken ik wel. Of dat heb ik wel eens gehoord. Hetzelfde is tegen jou gezegd? Bedoel je? Of heb je dat gehoord? Ja, maar wel gewoon met de persoon met wie je was. Dat je dat samen hebt gehoord. En dat je denkt van nee. Oké. Okay. Kort meeleven, herkennen van de situatie. Als ik heel eerlijk ben, snap ik het een beetje dat ik heb nog nooit iemand
tegen iemand, ja, het kan vast wel zijn dat het gebeurt, maar ja. Tegen een donker iemand wil zeggen, hé, Zwarte Piet. Ja, ja. Goed, jij hebt het dan niet gehoord, hij misschien wel. Dus vind jij het lastig om dan te begrijpen, zeg maar? Ja, eigenlijk wel. Oké. Okay. Ik vind ook gewoon sowieso dat mensen dat niet moeten zeggen, want het is gewoon een feest. Okay. Ik vind het wel goed dat je het zegt, dat je het niet herkent. Vind ik wel goed. Oké, dit was weer een vlog. Ik ben klaar. Ik sta buiten. Dit is school. Dit is conciërge. Ik zag geen kinderen. Oké. Tof dat je keek. Blijf kijken. Vergeet je duimpje niet. Vergeet ook niet te abonneren. En ik hoop dat je vlog een beetje leuk vond. Laat even weten wat je ervan vond ook. En dan zie ik je weer de volgende keer. Oké? Meester Yasin. Ciao.